We kunnen gaan naar toch wel de betekenis van deze Tour Femme voor het wielrennen in het algemeen. Want we hadden natuurlijk net al een mooie wereldkampioenschap uit 1968 van Katie van Oosterhagen. In 1976 gebeurde dat nog een keer. Toen was ze opnieuw wereldkampioen. En natuurlijk heel erg opvallend was toen, Katie werd sportvrouw van het jaar. En er is ook een mooie trofee voor de beste wielrenner. Die zou ze ook gaan winnen. De Gerrit Schulte trofee. Want ze kreeg telefoon van de voorzitter van het selectiecomité. En die zei, mevrouw van Oosterhagen, of toen nog mevrouw Hagen, van harte welkom. Heel erg proficiat. U heeft de trofee van beste wielrenner gewonnen. Wilt u alsjeblieft op die en die datum naar de prijsuitreiking komen? En toen kwam u daar, mevrouw van Oosterhagen. Ja. En toen? Nou, die voorzitter die kwam zelfs naar huis om me te vertellen dat ik die beker gewonnen had. Maar ja, goed, toen kwam ik daar en toen ging het niet door. Want kreeg de prijs niet? De prijs kreeg ik niet, want ja, Gerrit Schulte, die, dat is, een vrouw kan niet zijn beker krijgen. Nee, dus Gerrit Schulte die vond dus eigenlijk, het is mijn trofee, die dus kan niet naar een vrouw. Maar voor de beste prof en geen vrouw. Dat is, dat vrouw wielrennen, dat was nog niks. Dus toen hebben ze... Wat erg? Ja, ja, het was die tijd, hè, toch? Ja, weet ik niet. Ik weet niet, 54 jaar geleden, dus ja, goed. Ja, ja, het was toch in 1976. Hoe kijk je dan nu naar? 76, ja, dat is dan niet. Nou, ik vind het natuurlijk belachelijk, want het is niet meer te vergelijken met deze tijd. Nee. We weten natuurlijk dat het algemene tendens was dat je toen achter het aanrecht moest staan als vrouw. Ja, dat is bizar. Ja. Maar ik ben wel benieuwd welke man hem dan toen won, in plaats van u. Ja, dat weet ik dus niet meer. Joop Zoetemelk, ja? Drie etappes, ja, in de Tour. Ja, maar ja, precies, het punt is natuurlijk van ja... U werd wereldkampioen, twee keer wereldkampioen zelfs ook nog. Ik vond het al heel wat dat ik toen in beeld was bij die club. Want je wist wel dat die club er was, dat die bestond. Maar ja, er werd nooit het woordje vrouw wielrennen daar genoemd.